Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. En daarin praten we met een Katwijker die staat in de top 200 van de meest invloedrijke Nederlanders. Maar hij is ook gewoon voorzitter van FC Rijnvogels. We gaan praten met Niek-Jan van Kesteren, hier in de Malietoren in Den Haag. Meneer van Kesteren, dank dat u ons wilde ontvangen hier in de Malietoren in Den Haag. Ik heb uw naam wel eens een aantal keren laten vallen in mijn kennissenkring. En dan zeiden de mensen van Niek-Jan van Kesteren, die ken ik helemaal niet. Ondanks dat u toch, ja, ik heb gezien dat u in de lijst van 200 meest invloedrijke Nederlanders staat. Maar meneer van Kesteren, nou, dat zijn mensen weinig. Doet dat u goed of zegt u van, nou, vind ik eigenlijk wel jammer? Nee, dat vind ik niet zo jammer. Nee, kijk, mijn werk is natuurlijk juist om invloed uit te oefenen in Den Haag en in Brussel. Zonder dat dat nou over mijn persoon gaat. Ik werk voor het VNO-NCW. En dat is een lobbyclub voor het bedrijfsleven. Dus eigenlijk alle ondernemingen in Nederland zijn daarbij aangesloten. En lobbyen is een vak waarbij je natuurlijk niet je eigen persoon naar voren moet schuiven. Dat moet je juist doen. Zonder dat andere mensen daar al te veel van af weten, want anders loopt het in de gaten. Dus nee, persoonlijke bekendheid, daar geef ik niet zoveel om. Lobby is eigenlijk van, laat mij maar een beetje op de achtergrond mijn werk doen? Nou, dat niet zozeer. Kijk, je moet je voorstellen, als ik een gesprek heb met een minister of wie dan ook, dan kom ik daar om dingen te regelen voor ondernemingen, voor het bedrijfsleven. En dan moet de eer van dat werk moet natuurlijk uitgaan naar de minister. Want als die minister, als ik te duidelijk zou maken dat hij doet wat ik graag wil, dan is dat voor zo'n man natuurlijk geen aanbeveling. Dan doet hij het niet. Nee. Dus wij moeten als VNO-NCW een beetje op de achtergrond blijven. Want kijk, het bedrijfsleven heeft natuurlijk toch al de naam dat het machtig is. En als je dat nou nog te veel gaat lopen uitdragen, dan ben je niet slim bezig. Nee. Laten we weer eens, dat heb ik ook bij Ebra van der Laan gezegd, bij het begin beginnen. U bent woonachtig in Katwijk. U bent een echte Katwijker. Ja, ik ben geboren in Katwijk. Katwijk binnen of Katwijk Katwijk binnen. In de Commandeurslaan. En daar woon ik nog steeds. Niet in hetzelfde huis, maar een stukje verderop. Dus ik ben 100% Katwijk. Is het ook bewust dat u op de Commandeurslaan bent blijven wonen? Nee. Of is dat zo gekomen? Nee, het is ook niet bewust dat ik in Katwijk ben blijven wonen. Kijk, dat dingen lopen zoals ze lopen. Ik heb in Leiden gestudeerd. En ik ben daarna in Den Haag gaan werken. Nou ja, en dan heb je geen redenen om uit Katwijk te verhuizen. Want dat ligt natuurlijk allemaal, wat dat betreft is het een ideale plaats. Het ligt dicht bij Den Haag. Ja, dus ik heb dat altijd als een plus gezien. En op een gegeven moment ga je dat natuurlijk ook meer als een voordeel zien. Omdat je woont toch in een omgeving waar je je thuis voelt. Je kent de mensen. Dus ja, dan heb je ook geen redenen om dat te veranderen. Nee. En Katwijk is natuurlijk op zich een aardige plaats om te wonen. Ja. Het is geen mooie plaats. Nee. De woningbouw in Katwijk vind ik nogal. Ja, het oude deel van Katwijk is mooi. Dat geldt zowel voor Katwijk aan Zee als Katwijk aan de Rijn. Maar de nieuwbouw is over het algemeen bedroevend. Dus u zegt van de zanderij is aan mij niet besteed? Nee, ik vind het een lelijke wijk. Ik vind, dat heb ik ook vaak ook in de publiciteit wel gezegd. Ik vind Katwijk qua, het uiterlijk van Katwijk wordt verrommeld door al die nieuwbouw. Daar komen we straks misschien nog op terug. Uw ouders, wat deden uw ouders? Mijn vader die had een administratiekantoor in Katwijk. Bestaat nog steeds onder die naam. In de Rijnstraat. En mijn moeder die was huisvrouw. Die heeft geen apart beroep. Die heeft altijd voor de opvoeding van ons gezorgd. En mijn familie in Katwijk die woont daar al heel lang. Van mijn moeders kant. Die zaten altijd in de aannemerij en in de tuinbouw. Dus daar heb ik diepe wortels. In het bedrijfsleven, ook in Katwijk. En van mijn vaders kant
Die kwam uit Voorhout, een dorp in de buurt. En daar bestaat nog steeds het schildersbedrijf van Kesteren. Daar zien we in Katwijk ook heel veel autootjes van. Want er zijn veel Katwijkers die schilder zijn. Dus van dat bedrijf, daar heb ik ook familierelaties mee. Dus het is allemaal een beetje in de buurt, in het bedrijf, middenstandsbedrijf, ben ik opgegroeid. En u had ook broers en zusters? Ik heb één broer, die woont in Noord-Holland. En dus wij waren met z'n tweeën thuis. U zei het al, ik ben gaan studeren. U bent rechten gaan studeren in Leiden. Ja. Waarom rechten? Nou ja, eigenlijk omdat dat de meest voor de hand liggende keus was. Kijk, ik ben... ze zeggen ook wel eens van, als mensen niet weten wat ze willen gaan studeren, dan gaan ze maar rechten studeren. Ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja. En dat was bij u dus ook? Ja, ik ben begonnen in... voordat ik studeerde ben ik in de journalistiek al begonnen. Ik werkte al heel jong bij de Leidse Krant en het Leids Dagblad. Die had je als in de sportjournalistiek. Toen was ik een jaar of 12, 13. Toen ik op school zat, deed ik dat. En toen ik klaar was met mijn middelbare school, ben ik fulltime in de journalistiek gaan werken in Leiden. Voor de Leidse Courant. Die bestaat niet meer, maar dat heeft daar niks mee te maken. Maar is het opgegaan in de Leids Dagblad? Ja. Maar goed, daar praat je dus over jaren geleden. Toen ben ik daar begonnen als journalist. En begon ik ging 4:15 's morgens de deur uit op mijn brommer naar Leiden. En dan kreeg ik 500 gulden in de maand. 500 gulden. Ja. En dan werkte ik als journalist. Dan heb ik dagelijkse activiteiten. Vond ik heel leuk. En toen moest ik in militaire dienst. En toen moest ik dus stoppen met dat werk. En toen ik mijn militaire dienst, toen ik daarin zat, toen dacht ik van ja, eigenlijk moet ik wel wat gaan doen. Want het is een beetje, het is wel aardig die dienst, maar het is toch niet, geen dagtaak. Dus toen ben ik gaan studeren. En ben ik rechten gaan studeren, omdat dat ook makkelijk te combineren valt met wat anders. Dat is natuurlijk een studie waarvoor je niet dagelijks op de universiteit hoeft te zijn. Dus toen ben ik dat ben ik gaan doen. En dat ben ik blijven doen nadat ik klaar was met de militaire dienst. Toen heb ik het gecombineerd met werk in de journalistiek. Ook weer in Leiden en omgeving. Waarom juist de sportjournalistiek? Nee, het was toen geen sportjournalistiek meer. Ik ben erin begonnen. Omdat dat natuurlijk het meest... dat vond ik toen het boeiendst. Maar ik ben bij de Leidse Krant was ik toen ook geen sportjournalist. Toen deed ik ook veel politiek. En laterhand ben ik dat blijven doen. Dus ik heb eigenlijk tot ik afgestudeerd was, toen ben ik altijd blijven combineren met journalistiek werk. En toen ik klaar was met mijn studie, toen had ik een gesprek met de hoofdredacteur van het Leids Dagblad. En toen zei hij, wil je niet blijven werken? Toen zei ik, wat kan ik ermee verdienen? Toen noemde hij een bedrag en toen heb ik gezegd, nee, daar doe ik het niet voor. En toen ben ik bij toeval terechtgekomen bij het ministerie van Defensie. Ja, dat was in 1979, heb ik gelezen. Ja, dat was eigenlijk een beetje een toevalstreffer, omdat ik was toen pas getrouwd. Ja. En dan sta je dus voor anderen. Dan moet je dus ook, wil je toch ook een beetje de middelen hebben om een gezin te doen. En een huis en al dat soort dingen meer. En mijn vrouw die heeft overigens altijd gewerkt en doet ze nog. En die was natuurlijk ook... dus we deden dat met z'n tweeën. Toen had ik dus de keus om bij het ministerie van Defensie te gaan werken. Kwam ik eigenlijk een beetje toevallig terecht. En dat vond ik wel aardig. Ik dacht, ik heb jaren in de journalistiek gezeten. En laat ik nou eens aan de andere kant van de streep, hè, dus wat doet de overheid, kijken. En daar heb ik een flink aantal jaar gewerkt, een jaar of 7. U zegt een keus, ik kwam er toevallig terecht. Ging dat niet gewoon met door middel van een sollicitatie? Of, Ja, ik solliciteerde wel, maar ik kwam daar toen aan. En toen zeiden ze, ja, we hebben eigenlijk wel wat anders voor je. Dus toen ben ik in het gesprek gekomen met een kolonel. Die was daar de baas van die beweging. En heb ik een half uurtje mee zitten praten. En toen we klaar waren, zei hij, nou ja, je kan volgende week beginnen. Als? Ja, als referendaris, dat is een deftige term. Yeah. Niemand in Katwijk wist wat het was. Maar ik begon daar dus, we zeggen, in beleidswerk met vakbonden. Ook ging het toen ook al over onderhandelen, over arbeidsvoorwaarden en zo. Dus ik ben daar een beetje bij toeval ingeroet. Ik solliciteerde naar iets anders en ik kwam daar en ik ging met een andere functie weg. En dat was wel leuk. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ik heb er veel geleerd.
Het is natuurlijk toch een hele boeiende organisatie, de krijgsmacht en alles. En daarom, daarin maakt u al een beetje het kennis dus met het hele ambtelijke apparaat, waarin u heel veel mee van doen heeft. Ja, dat was natuurlijk ook de politiek waar ik mee te maken had. En ik ben, maar goed, hoe gaat dat? Ik was toen ik 34 was, dacht ik van ja, ik wil toch wel wat anders. Je groeit toch uit een ding. Toen ben ik bij het NCW heb ik gesolliciteerd. Het was in 87, heb ik begrepen. Ja, ja. Maakte u inderdaad die switch van naar het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond? Ja, 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 daar zag ik een advertentie van. En ik dacht, nou ja, ik dacht altijd van de echte macht in Nederland ligt bij de werkgevers. En dat is ook zo. Ja. En dat hoort ook zo. Waarom? Maar, nou, omdat, kijk, niks kan buiten de economie. Kijk, je kan, als je er goed naar over nadenkt, dan is alles wat wij doen in Nederland, werken en alles, alle belastingen komen uiteindelijk van de bedrijven. Dus economie is het belangrijkste. Het is niet het enige in het leven, maar zonder economie, zonder bedrijven, is er niks. Nee. Bestaat er geen welvaart en kan geen ziekenhuis draaien en geen school. En dat gevoel heb ik natuurlijk altijd gehad. Ik zei al, ik kom natuurlijk uit een ondernemersfamilie en ik ben ook in die trant opgevoed. Dus ik vind het ook heel belangrijk. Ik ben eigenlijk ook, mijn opa heeft altijd veel invloed op mij uitgeoefend. Hij was een hele verstandige man, hij was aannemer. En daar heb ik als kind, die woonde naast ons, daar heb ik altijd heel veel contact mee gehad. En, daar word je door beïnvloed. Ja. Van de manier van kijken naar het leven. Dat heeft je gevormd. Ja, je hebt een nuchtere kijk op het leven. Je moet dingen altijd heel simpel blijven zien. En een van de dingen waar ik... Kijk, mijn kracht is dat ik dingen simpel kan zien. En ook simpel kan vertellen. En dat maakt mij ook wel... dat maakt dat ik dit werk goed kan doen. Ja. Hè, maar dus ik heb dus in 87 die keus gemaakt... om naar de ondernemerswereld over te stappen. En dat was... toen heb ik gewoon gesolliciteerd. Ik weet nog goed, er waren 68 sollicitanten. En nou ja, dan krijg je allerlei gespreksrondes en ook nog een soort onderzoek, hè, psychologisch onderzoek, of een soort mens je bent. Ik heb dat toen ook naderhand gelezen en daarna denk je, ja, het komt precies uit wat je erin stopt. Hè. Ja, het is ja. altijd met dat soort onderzoeken. Ja. Dan krijg je een vragenlijst en dan moet je aankruisen wat je doet in bepaalde situaties. Dus stel, daar heb je allemaal niks aan, maar goed, klaar. Dus ik ben uiteindelijk aangenomen en toen ben ik daar begonnen als secretaris. En ik weet nog goed, het was een oud gebouw, ik had een kamertje onder de trap. Dus was letterlijk ben ik onderaan begonnen in die organisatie, dat is ook wel mooi. Was ook hier in Haag? Ja, dat was in de Scheveningse weg, dat was een oude villa. En dus ik ben echt onderaan de ladder begonnen, als jongste bediende. En toen is het wel snel gegaan, want ik ben toen in 91 directeur geworden van het NCW, Sociale Zaken. En daarna algemeen directeur en toen is er een fusie gekomen met het VNO en toen ontstond VNO-NCW en zo is het allemaal gegaan. Het VNO-NCW, u zei al, ja, het is veel lobbywerk. Wij zien natuurlijk vaak op televisie uw voorzitter, meneer Wientjes, maar ja, wat is nou precies VNO-NCW, behalve dat lobbywerk? Nou ja, dat is het lobbywerk. Wij zijn een organisatie, daar zijn 100.000 bedrijven bij aangesloten. Dus dat is een enorm aantal. Ja. En dat zijn ondernemingen zoals de Shell, Philips, Axo, Ahold, noem maar op. Hele grote bedrijven. De grote, maar ook de kleintjes. Maar ook de kleintjes. De brancheverenigingen van de metaal, de horeca, de bouw. Die zijn allemaal hier aangesloten. Dus de voorzitters daarvan, die vormen het bestuur van VNO-NCW. Wij komen één keer in de drie weken bij elkaar en dan praten we over wat moet er gebeuren. Wat is de agenda, wat zijn de belangrijkste punten die wij moeten bespreken. En dat doen we met de regering. Dus wij praten met meneer Rutte, met meneer Verhagen, met meneer Kamp, met meneer De Jager. Hebben wij vrijwel dagelijks contact over wat er speelt. En dat gaat permanent door. Dus wij zijn eigenlijk steeds in overleg met de regering en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over... Ja, wat moet er gebeuren voor het bedrijfsleven? En dat varieert van, laat ik zeggen, de belastingen tot de infrastructuur, kernenergie. Allerlei onderwerpen die spelen in Den Haag
Daar maken wij ons druk over. We hebben een, accijnsen bijvoorbeeld. Ik zag u in een, pas in een filmpje dat u zich nogal druk maakte dat de regering weer de accijnsen voor de tabakindustrie gingen verhogen. Bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld. Wij maken ons nu druk over de discussie bijvoorbeeld over de accijns op benzine. Dat is een actueel thema. Zijn we het allemaal niet mee eens, neem ik aan? Wij zijn het daar niet mee. Nee, wij zijn altijd tegen belastingverhogingen. Ja. Dat, dat is slecht voor de onderneming. Dat is gewoon slecht voor de onderneming. Ja. Maar we hebben het ook met, over een pensioencontract nu. Dat is ook een heel belangrijk onderwerp. Dat lees je ook in de kranten. Van de mensen moeten langer werken omdat anders de pensioenen niet meer betaalbaar zijn. Nou, die pensioenen worden betaald door de ondernemers voor een groot deel. Ja. Wij zitten in de pensioenfondsen. Dus wij bestrijken eigenlijk het hele trein van de Nederlandse politiek. We hebben hier een groot aantal hele goede medewerkers die specialist zijn op hun gebied. We hebben mensen die zich met belastingen bezighouden. We hebben mensen die bezighouden met de regels. We hebben mensen die zich bezighouden met de energie. Dat zijn echt topspecialisten die in overleg zijn met de ambtenaren. En die dat voorbereiden. En dan is het verder een zaak van Wientjes en van mij om ervoor te zorgen dat dat ook in de politiek wordt gerealiseerd. En is Wientjes als voorzitter de man die wat meer op de voorgrond staat? Want ja, u ziet me eigenlijk niet zoveel op televisie. Nee, dat is een kwestie van rolverdeling. Ja? Ja. Wientjes is de voorzitter van de vereniging. En die is primair de spreekbuis. En ik doe de dingen, als het nodig is, doe ik dat ook. Maar kijk, een voorzitter die zit hier een jaar of 5. Dan komt er weer een andere voorzitter. Dus dat is ook het beeldmerk van de club. En dat werkt ook goed. Maar het is mijn taak om ervoor te zorgen dat die club draait. En dat de goede dingen doen en goede keuzes worden gemaakt. Dus, het is dus ook heel veel vergaderen. Nee. Nee? Ik vergader niet? Bijna nooit. Oké, dat zou je dus denken inderdaad. Die commissies hier. Nee, maar zo werkt het niet. Kijk, de vergaderingen worden gedaan door de mensen die, onze medewerkers, die vergaderen met de ondernemingen en met ambtenaren. Mijn werk is eigenlijk meer het één op één praten met mensen uit de regering of met mensen uit het bedrijfsleven of met journalisten. Dus ik ben vrijwel nooit in een vergadering. Ik hou er ook niet van. Ik ben daar niet zo. Ik ben niet iemand die veel overleg voert. Nee. Zo zit ik niet in elkaar. Ik vaar liever mijn eigen koers. Nog even teruggaan op die meest invloedrijke Nederlanders van de Volkskrant. Juist de lijst van 2009. Ik heb u ergens een keer op 70 staan of 50. De lijst van 2009 staat hier op nummer 12. Ja. En dan laat u dus wel. Dat is een beetje aan de lage kant. Toch wel? Ja. Nou, ik vind dat vrij hoog. Nou ja, u laat nog veel kopstukken achter u. Ik noem Nout Welling van de Nederlandse Bank. Ik noem Pieter van Vollhoven. Ik noem Ruud Lubbers. Ja. Maar u vindt dat toch nog aan de lage kant? Nou, is een beetje ironisch bedoeld. Kijk, die hele lijst is natuurlijk betrekkelijk. Maar kijk, de invloed van VNO-NCW is wel groot. Dus ik denk dat er zijn niet zo heel veel mensen die zoveel contact hebben en invloed hebben op de regering dan wij. Dus in zoverre zou je ook kunnen zeggen, is die 12. Ja, dat had ook 3 kunnen zijn, of 4. Wientjes zag ik trouwens op 2 staan, volgens mij. Ja. Ja. Maar streelt het uw ego, zoiets? Nee, dat interesseert me niet. Nee. Nee, ik ben iemand die, iedereen die mij kent zal dat ook beamen, die eigenlijk niet geïnteresseerd is in veel uiterlijkheden. Dat maakt mij niet uit. Ik ben iemand die heel erg gericht is op resultaat. Dat vind ik belangrijk. En hoe dat resultaat tot stand komt, of ik daar nou een belangrijke rol in speel, dat kan me allemaal niet zoveel schelen. Ik vind uiterlijk vertoon interesseert me niet. Ik ben geïnteresseerd in gaan de dingen zoals ze horen te gaan. En natuurlijk is het wel zo dat als je deze functie uitoefent, dan moet je het wel leuk vinden om dingen voor elkaar te brengen. Kijk, natuurlijk, ik vind ik het, als het gaat zoals ik graag wil, of we graag willen, dan heb ik daar plezier in. Ja. Dat is mijn, daar ontleen ik mijn motivatie aan. Dat als ik denk van de zomer ook, dan heb je een discussie. Wat voor soort kabinet moet er nou komen? Was er de verkiezingen waren geweest, dat er een paars kabinet werd gevormd. En toen hebben we op een gegeven moment hebben we daarover zitten praten in een restaurant in de Brittenburg in Katwijk. Mm-hmm. Waar wij natuurlijk vaak een aantal keer per jaar bij elkaar komen. Wie nou, ik zit dan met Bernard Wientjes en Kees Oudshoorn. Dat is een collega die zijn vader trouwens ook uit Katwijk komt. Dat is wel
aardig om te melden. Hebben wij vaak overleg. Kees is directeur ook hier. En, over wat moeten met, wat gaan we, welke kant gaan we. En als je dan op zo'n moment zegt, nou laten we zo'n regering met Wilders, dat gaan we steunen. Daar heb je een aantal argumenten voor. En vervolgens ontstaat dat. En dan heb je ook invloed op wat er in het regeerakkoord komt. Dat is leuk. Dan, ja. Kijk, VNO-NCW is uitgegroeid tot de meest invloedrijke organisatie van Nederland. Daar ben ik al 12 jaar, 15 jaar mee bezig. 20 jaar. Dat wordt je levenswerk. En daar, dat is net als dat je een onderneming opbouwt. Dit is ook een bedrijf waar je al je energie en je talenten in stopt. Ja. En dat nogmaals, als ik dat had gedaan als een soortement ijdeltuit, dan was dat niet gelukt. Dan was die organisatie ook uit elkaar geklapt. Even teruggaand op dat, want u bent een CDA'er ook, hè? Lid van het CDA. Het kabinet wat nieuw is, de VVD, CDA met gedoogsteun van de PVV. U heeft wel een keer gezegd van, als een PVV en een SP in een regering zouden komen, is dat een gevaar voor de politieke stabiliteit en dus slecht voor het Nederlands bedrijfsleven. Ja. Zo'n PVV kan dan wel voor u als gedoogpartner? Nou, ik redeneer eigenlijk meer vanuit de situatie dat de PVV heeft 25 zetels. Dat betekent dat er heel veel mensen op die partij stemmen. Ja. Dan vind ik het niet kunnen dat je zegt, zo'n partij kan niet in de regering. Dat gaat gewoon niet. Dat is niet democratisch. En waar ik op doelde met die stabiliteit is dat je natuurlijk wel moet afvragen of het land langdurig geregeerd kan worden. En dat zie je nu ook. Dat blijft wankel. Dus dat heeft de PVV de goede mensen? Kunnen ze dat allemaal aan? Dat is de vraag. Maar goed, we hebben gezegd, ja, ik vind toch dat het, wij steunen dat wel. Wij steunen ook CDA en VVD. Dat zijn natuurlijk voor het bedrijfsleven de meest goede partijen. En dat de PVV dat daar gedoogt, nou ja, prima. Dus nogmaals, ik vind dat je niet een zo grote stroming buiten de deur kan houden. Dat is verkeerd. Geef mensen de verantwoordelijkheid. En laten we kijken wat er van terecht komt. Ja, maar als liefst zeg je van, zoals nu, als gedoogpartner, maar niet echt in een regering. Nee, die gedoogvariant is denk ik ook het meest haalbare. Dat heb je ook bij het CDA-congres kunnen zien in oktober. Ja. Als daar een voorstel was gehad gelegen dat de PVV had moeten regeren, dan was het niet doorgegaan. Nee. U zit ook in de dagelijks bestuur van de SER, hè? Een raad van werkgevers en werknemers die de regering eigenlijk gevraagd of ongevraagd advies geeft. Is het meer gevraagd als ongevraagd? Of dat zijn meestal adviezen die gevraagd worden. Hè. Als het gaat over een belangrijke wetswijzigingen, dan worden daar adviezen gevraagd aan de SER. Dus dat is voor ons wel een belangrijk kanaal. En ik zit in het dagelijks bestuur. Dat komt één keer in de maand bij elkaar. Dus dat is dan de voorzitter van de FNV, het CNV en de voorzitter van de SER. En ja, daar wordt eigenlijk een beetje binnen kamers worden daar een aantal dingen besproken. Ook weer van hoe ga je om met de belangrijkste onderwerpen in Nederland. Ja. Dat is wel een betrekkelijk klein gezelschap, maar wel van belang. Ik heb ook gelezen dat u gevraagd bent om, u bent enkele keren gevraagd om minister te worden. Ja. U heeft dat geweigerd. Ja. Ik ben daar niet op ingegaan. Kunt u ook zeggen in welke kabinet of mogen we dat niet weten? Nou, dat heeft een paar keer gespeeld. Bij het eerste kabinet Balkenende en ook daarna een paar keer. Ja, kijk, eigenlijk is dat altijd wel aan de orde als er een kabinetsformatie is. Dat ik daar wel voor gevraagd word of dat in ieder geval dat aan de orde is. Ja, waarom doe je dat niet? Kijk, dat heeft een scala van redenen. Ten eerste ben ik iemand die, wat ik al zei, inhoud vind ik belangrijk. Mm-hmm. Je moet nooit minister worden om in de belangstelling te staan. Dat vind ik geen goede reden. Ten tweede vind ik de invloed die ik nu heb op het regeringsbeleid is groter dan als ik minister zou zijn. Zeker als je dat over een reeks van jaren bekijkt. Nou, daarnaast ben ik iemand die erg gehecht is aan zijn vrijheid. Ik hou er niet van om geleefd te worden, om in een systeem te zitten.
om voortdurend te moeten doen wat andere mensen zeggen. Op het matje geroepen te worden. Ik zou niet graag in een... ik hou er niet van om laten we zeggen, voortdurend te moeten verantwoorden. Want dat zou nooit goed aflopen. Dus dat zijn allemaal redenen. En daarnaast is het natuurlijk ook, vind ik het financieel, heb ik het nooit aantrekkelijk gevonden om dat te doen. Maar dat is eigenlijk geen reden waarover je echt mag spreken. Verdient het minder als wat u nu verdient? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed, kijk. Toen ik ooit daarvoor gevraagd werd, toen was ik, dat is een jaar of 10 geleden, dan denk je, ja, oké. Okay. Je hebt allerlei dingen die ook belangrijk zijn. Je hebt kinderen. Je hebt een gezin. Je hebt een privéleven. Ik ben altijd al erg betrokken geweest bij de voetbal. Ja. Nou, dat zijn allemaal redenen. Het zijn allemaal privéredenen. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar we zijn wel aardig. Maar dat is allemaal een beetje je eigen belang, wat je nou een beetje zit te behartigen. Moet je nou niet, daar, als het nou echt belangrijk is, dat je dat doet, dan moet je dat doen. Ja. Ik heb altijd gezegd, en dat meen ik ook, als het nodig is, als mensen echt zeggen, we willen dat je dat doet, dan doe ik het. Het is niet, want dan vind ik dat je je eigen belangen allemaal aan de kant moet schuiven voor het landsbelang. Maar goed, er is natuurlijk, de praktijk is dat natuurlijk dat er een heleboel mensen zo graag minister worden. Want je kan een buslading in mensen vinden die, ja. die hun... ja, die er alles voor over zouden hebben om dat te doen. Dus dan kan je dat natuurlijk wel zo spelen dat dat zich niet voordoet. En werd u dan gevraagd als minister van Economische Zaken? Ja, of Sociale Zaken, iets in die sfeer altijd. Ja. U bent pas nog bij die minister de vragen geweest en zijn staatssecretaris meneer Bleker. De nieuwe minister van Economische Zaken, meneer Verhagen. U heeft hen een welkomstpakket van het Nederlandse bedrijfsleven gegeven. Wat zat daar nou in zo'n welkomstpakket, als ik vraag mag? Nou, dat was een idee van onze mensen hier om te zeggen, nou, zou het niet leuk zijn om eens wat anders aan te bieden dan een schilderijtje of zo. Hè? Dus we hebben gezegd, nou, dan laten we het dan een beetje beeldend aanpakken. Dan maken we een mand en daar stoppen we dingen in waar Nederland goed in is. Dus er zat een ledlamp in, er zat iets in van de KLM en van allerlei bedrijven. Ook iets uit de landbouwsfeer, waardoor het als het ware een pakket was van allemaal producten, die een beetje hanteerbare producten, die dan kon aanbieden aan de minister als welkomst geschenkt namens het Nederlandse bedrijfsleven. En dat was wel grappig. Dat oogt ook goed, hè? Want dan heb je iets op. Je moet ook altijd denken aan de PR denken. Dat, ja. U begint er nou ook over. Dat zijn toch dingen die komen op sites en die staan in de krant. Ja. En dan is het natuurlijk een aardigheidje. Maar dat was wel gezellig. En meneer Verhagen en meneer Bleker zijn bekende voor u. Dat zijn allemaal CDA's. Ze zijn allebei CDA's natuurlijk. Ja, ik ken Verhagen al 20 jaar. Bleker wat korter. Die is natuurlijk nog niet zo lang bij de. In de publiciteit, maar nee, het was ook geen, het was wel een gezellig onder onsje. Ja. U noemde al FC Rijnvogels en ik ga er ook de Dirk Kuyt Foundation bij betrekken, want daar bent u ook voorzitter van, heb ik begrepen. Ja. We gaan eens een kijkje nemen op het veld van FC Rijnvogels. We hadden het eerst hebben over iets over de historie van de FC Rijnvogels, want het is eigenlijk een fusie tussen KRV en MVKV. Waarom is dat destijds samengegaan? De reden was dat MVKV, die zitten hier verderop, bij het vliegveld zaten ze en dat vliegveld werd opgeheven. En toen kwam ook het hele voetbalveld kwam in het geding en toen zijn we in gesprek gegaan over een fusie. En dat ging eigenlijk heel soepel. Uw vader is jarenlang voorzitter geweest? Ja, niet zo'n beetje ook. 47 jaar. 47 jaar. Ja, dat is fantastisch. Volgens mij een nationaal record. En dus die is overleden in 2000. En toen ben ik hem opgevolgd. Dus dat is nou 10 jaar geleden. Dus eigenlijk is het ook een beetje een familiebedrijf. Ja. Rijnvogels. Het is een familieclub. Ja. Maar het heeft ook wel alles van een familiebedrijf. Ja, want FC Rijnvogels heeft 1000 leden. Ja. En ik las op de site. Het is echt een familie. Ja, er heerst een familiegevoel. Ja. Ja, dat is ook zo. Kijk, we hebben 1000 leden, dus dat is veel. We hadden toen we begonnen met die fusie, toen hadden we 500 leden. Dus dat is heel snel gegroeid.
Dat komt door nieuwbouw in de buurt hier, zanderij en wat eraan vast zit. Heeft ook wel te maken met het feit dat wij een club zijn die een familiegevoel heeft, waardoor mensen zich thuis voelen bij de Rijnvogels. Wij zijn een club, we hebben damesvoetbal, we hebben gehandicapte voetbal, jeugdvoetbal uiteraard. Maar we zijn vooral een club waar je, als je er bent, dat je je thuis voelt. En ik heb nog eigenlijk zelden meegemaakt dat mensen hier weggaan. Ze blijven altijd wel op een of andere manier hangen. Ook spelers die bijvoorbeeld van een andere club komen en die hebben toch het gevoel, hier ben je thuis. En wat is nou dat familiegevoel? Dat is eigenlijk dat iedereen hier gelijk behandeld wordt, gelijke kansen heeft. Er is geen afstand tussen het bestuur en de rest van de club. Een businessclub die is er wel bij ons, maar ja, dit bestaat toch ook niet uit mensen die het voor het vertellen hebben. Die zijn ook hier op een andere manier betrokken dan je vaak bij andere clubs ziet. Dus ja, ik vind het wel een cultuur waar wij die we koesteren. Ja. Dan heb je hier een prachtig complex. We hebben over gesproken dat ze gaan bouwen hier in Valkenburg. Kan dit allemaal blijven bestaan? Ja, gelukkig wel. We hebben daar goede gesprekken over met wethouder Van Duin. En we hebben afgesproken dat wij hier kunnen uitbreiden. We zijn ook bezig met plannen nu om de kleedkamers te vernieuwen en uit te bouwen. Daar bijvoorbeeld komen nieuwe kleedkamers. Dus wij blijven hier zitten en de nieuwbouw die komt in die richting. Dus nee, de toekomst van deze club ziet er natuurlijk zeer goed uit. Omdat hier heel veel ontwikkeling mogelijk is. En we staan dan ook voor de vraag van hoe gaat dat verder? Tot die nieuwbouw komt, blijft die grootte van 1000 leden wel zo ongeveer gehandhaafd. Maar als dat natuurlijk Valkenburg doorgaat, dan is het... Zal het groter worden? Wordt het natuurlijk heel veel groter. Dan praat je misschien wel over een verdubbeling. Nou, dat is wel iets waar je even tegenaan kijkt. Ja, wat wil je dat? Hoe gaat dat dan? Dat zijn vragen waar wij de komende jaren voor komen te staan. Dat voorzitterschap van FC Rijnvogels, is dat nou een uitlaatklep voor u naast uw drukke werk bij het VNO-NCW? Of doet u dat gewoon erbij als hobby? Het is mijn hobby. Kijk, ik ben al 50 jaar lid van deze club. Althans van de voorganger, maar eigenlijk van deze club ook. Dus ik ben ermee vergroeid. Het is een deel van je leven. Het hoort erbij. Het is voor mij een gewoonte zaak van de wereld om hier op donderdagavond te zijn. Dat doe ik altijd, als het even kan. En op zaterdagmiddag bij de wedstrijden. Dat is een deel van je patroon. Uit en thuis de wedstrijden? Ja. Ja, ik doe dat. Ik ben er altijd bij. En kijk, een uitlaatklep is, dat is het ook. Kijk, je bent natuurlijk ook op een andere manier bezig dan met in Den Haag. Hoewel, als je er goed naar kijkt, dat ook weer niet zo is. Want je bent gewoon wie je bent. Ja. Kijk, ik ben iemand die heel erg resultaatgericht is. Ik ben iemand die eenvoudig de dingen benadert. Ik hou niet van vergaderen. Dat doe ik in Den Haag niet. En dat doe ik hier ook niet. En ik praat tegen iedereen hetzelfde. Of ik nou tegen een minister praat of tegen iemand bij de club, wie dat ook is. Ik heb geen andere manier van doen. Ja. Nou, dat hoef je ook. Daar zit er ook niet zoveel verschil tussen. Nee. Waar wil FC Rijnvogels uiteindelijk toe? Ik doel op Katwijk, Rijnse Boys spelen in de topklasse. Quick Boys in de hoofdklasse. Wil natuurlijk ook graag naar die topklasse. Is dat ook een doel van FC Rijnvogels? Nou, kijk, je kan een doel hebben. Hè? Iedereen moet een doel hebben. Maar ik vind dat wij zijn natuurlijk in Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg is natuurlijk een enorm druk gebied als het gaat om sport, topsport. Wat wij willen als Rijnvogels is in de hoofdklasse voetballen. Dat zouden we wel willen. Dat is natuurlijk met de topklasse is dat wat verschoven. Vroeger was dat het hoogste niveau. Dat is het niet meer. En dat is bijna gelukt, hè, die hoofdklasse. Ja, dat scheelde een minuut. Ja, dat scheelde een minuut. Maar dat is gebeurd. Topklasse is denk ik, dat is geen reëel doel. Nee, dat vind ik. Dat laten wij ons nou concentreren op waar we zitten. Wij hebben een gezonde club. We spelen eerste klas. Hoofdklasse, eerste klas ligt dicht bij elkaar op het moment. Dat zal misschien een keer gebeuren. Dat is denk ik mooi genoeg. Ook als ik kijk naar de omgeving. Spelers, komen die, laat ik dan hebben over het eerste elftal, komen die van buiten of komen die ook veel uit eigen opleiding? Nee, kijk, het probleem van Rijnvogels is dat wij, we hebben wel een grote jeugd, maar wij zijn nog niet op een punt dat wij veel spelers kunnen laten doorstromen. Dat gaat wel komen,
onze jongere jeugd speelt op een goed niveau. Maar dat duurt nog een poosje. Het begint nu wat te komen. Er komen nu voor het eerst spelers uit onze eigen jeugdopleiding die aan in de selectie komen. Maar dat is mondjesmaat. En wij hebben dus altijd het probleem dat we spelers van buiten moeten aantrekken om op niveau te spelen. Dat is gewoon een ijzeren wet. Ja. Dat kunnen we niet anders doen. En dat betekent dat onze spelers van andere clubs komen. Ja. En dat zijn spelers die net het eerste niet halen. Of zeggen van, nou, ik vind het leuk om bij de Rijnvogels te spelen. En ja, dat doen we al heel lang. Want de Rijnvogels zou, als wij dat niet zouden doen, dan zouden wij misschien op het niveau van de derde of de vierde klasse spelen. Ja. En dat wil je niet, omdat je dan als club te weinig trekking hebt, te weinig positie hebt om wat te presteren. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel van de grond gebracht de afgelopen jaren. We hebben veel reclame, dat ziet u hier. Ja. We hebben een veiling die we elk jaar houden. Dat is toevallig ook deze periode van het jaar. We hebben een businessclub. We willen toch een beetje de zaken goed laten verlopen. Als je geen ambities hebt, Dan gaat een club bloeddood. Ja. Je moet geen te gekke ambities hebben, maar je moet wel altijd naar het beste streven. Ja. Dat willen wij doen met de Rijnvogels. En dan ontkom je er niet aan om spelers van buiten te halen. Dat kan je jammer vinden, maar het is niet anders. Damesvoetbal, is dat belangrijk binnen FC Rijnvogels? Ja. Ja? Ja, we hebben. Kijk, Rijnvogels is een club die altijd de markt heeft moeten zoeken. Clubs als Quick Boys en Rijnsburg, die hebben het eigenlijk makkelijk, want die trekken altijd voldoende leden. Wij hebben altijd moeten zoeken naar wat is nou de niche in de markt. We hebben op een gegeven moment in het verleden is damesvoetbal hier met open armen ontvangen. Andere clubs die hadden er eigenlijk iets van, joh, moeten wij met damesvoetbal? Ja. En wij hebben er ruimte voor geboden. Dan gaat het ook groeien. Dus wij groeien eigenlijk hard in die dames. Damesvoetbal, meisjesvoetbal is een snel groeiende tak van het voetballen. Ja. Wij zijn ook met gehandicapte voetbal begonnen in het verleden. Omdat we dachten, kijk, wij kunnen dat goed. Los van het feit dat het sociaal heel goed is om te doen. Is het ook weer een stukje ledenaanwas. Ja. En zo hebben wij altijd gezocht naar dingen die anderen niet deden. En dat maakt dat je een club bent die op dat soort velden actief is. Ja. Ja, dat is wel belangrijk voor de club. We hebben even de namen laten vallen. Rijnvogels, Boys, Quick Boys, Katwijk. Is er ook contact tussen die clubs met Rijnvogels? Ja, ik heb ook voor voorzitterniveau. Ja, ja? Ja, ik heb met Kees Driebergen en Huug van Duin. Die ken ik allebei persoonlijk heel goed. Dat geldt ook voor de voorzitter van Katwijk en voor Jaap Jansen van Valken. Wij kennen elkaar natuurlijk goed, persoonlijk. Je spreekt ook, je loopt de tijd mee. Dus ja. je kent iedereen wel in de omgeving. En je gaat ook wel persoonlijk met, je hebt een persoonlijk contact over. En, gaat heel goed. De Dirk Kuyt Foundation, daar bent u ook voorzitter van, heb ik begrepen. Hoe bent u daar terecht bij gekomen? En wat doet nou die Dirk Kuyt Foundation? De Dirk Kuyt Foundation zet zich in voor de gehandicapte sport. Dat is ook wel weer een beetje een relatie met Rijnvogels. Want ik heb persoonlijk veel affiniteit daarmee. Omdat ik vind dat mensen met een handicap, die horen ook bij de maatschappij. Die moet je daar ook in betrekken. En dat kan via sport heel goed. En de Dirk Kuyt Foundation zet zich daarvoor in. Dus Dirk Kuyt die stopt daar geld in. En de bedoeling is dat er ook nog andere sponsors zijn die daar wat aan doen. En met dat geld worden sportactiviteiten georganiseerd. Allerlei sportactiviteiten zijn. Dat heeft niet alleen met voetballen te maken, maar alles waar gehandicapte sport bij betrokken is, dat wordt gesponsord door de Dirk Kuyt Foundation. En ik ben daarvoor gevraagd door Huug van Duin, de vorige voorzitter, die nu voorzitter van Quick Boys is, of ik dat wilde doen. En ik doe dat. Ik doe dat al een paar jaar. En dat is iets wat je er gemakkelijk bij kan doen, omdat dat allemaal professioneel wordt gerund. Dus daar heb je niet zoveel omkijken naar. Dus ik functioneer meer als boegbeeld, als uithangbord, dan dat ik daar feitelijk zoveel aan doe. Ja. Maar ik probeer wel te kijken of je zoveel mogelijk mensen daar wat wel willen sponsoren.
Heeft u dan ook veel contact met Dirk Kuyt of gaat dat gewoon via de organisatie zelf? Dirk die komt daar natuurlijk één of twee keer per jaar is hij daarbij betrokken. Want die heeft het heel druk met Liverpool. Die heeft veel aan zijn hoofd. Ja. Maar dat loopt meer via de organisatie. Laten we eens hebben over Katwijk. Want ik zag ergens ook een lijstje met de 40 machtigste mensen van onze regio voorbij komen. En daar zag ik u op plaats 3 staan. Zelfs nog boven de burgemeester Wiene. Ja. Wat doet u nou voor de ondernemers van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg? Nou, eigenlijk niks anders dan wat ik hier doe. Dus dat is gewoon het gebruikelijke lobbywerk. Ik doe wel wat dingetjes in Katwijk eromheen. Mm-hmm. Ik bemoei me wel met bepaalde projecten waarvan ik denk, nou, dat zou beter kunnen. Nogmaals, ik vind niet dat Katwijk nou erop vooruit gaat. Dit wordt allemaal slordig en lelijk. Praat u daar ook niet bijvoorbeeld met een wethouder ja, over, wel, of burgemeester Wiene over? Ja, ik heb daar wel wat meningsverschillen over met het gemeentebestuur. Maar ja, op een gegeven moment is het wat het is. Ik bedoel, ik zit daar niet in het, ik zit daar niet aan het stuur. Nee. En ik hou er ook niet van om voortdurend te lopen zeuren. Ik bedoel, ze weten hoe ik er tegenaan kijk. Maar goed, ik ben maar één van de zoveel natuurlijk. Dus er zal altijd argumenten zijn er om dingen te doen. Maar ik vind bijvoorbeeld zo'n bebouwing van Valkenburg, dat vind ik een zware achteruitgang. Ja? De Rijn-Gouwenlijn vind ik onzin. Dat vinden heel veel mensen. Ja, maar politiek is vaak een kwestie van gepasseerde stations. Dingen zijn besloten en daar is niet meer op terug te komen. Ja, dat vind ik altijd dan zo raar, want dan worden ook argumenten aangevoerd dat het dan niet winstgevend hoe moet ik dat zeggen, dat het dat het met de centjes dan niet uitkomt, laat ik het dan zo zeggen, ja. met die Rijn-Gouwenlijn. En dat meneer Asje van Dijk dat gewoon doordrukt. Ja, dat is ook zo. Kijk, er is in Leiden, wil niemand die Rijn-Gouwenlijn. Nee. Er is ooit een referendum geweest in Leiden. Dat was 62% van de bevolking wijst het af. En dan wordt het toch doorgeduwd hier in het provinciehuis. Ik heb dat altijd belachelijk gevonden. En ik vind dat Katwijk is daar ook een beetje ingetuind. Ik moest daar dan aan meedoen. En Katwijkers zijn natuurlijk gezagsgetrouwe mensen, dus die doen dat dan ook. Maar eigenlijk is het niet goed. En dat geldt natuurlijk voor meer dingen die spelen. Maar ja, nogmaals, dat is wat het is. Ik ben daar niet gerust op. Ik vind dat Katwijk veel te veel huizen bouwt. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid van deze streek. Die ontsluitingswegen zijn natuurlijk ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, daar wordt altijd mondjesmaat infrastructuur aangelegd. En we hebben de Westerbaan aangelegd in Katwijk. Die is afgesloten nu. Ja. Al een paar jaar vanwege de, wat is het ook alweer, een of andere voorschriften van de provincie. Er ligt een weg die miljoenen gekost heeft. Ja. Die ligt daar nu doodstil langs de rand van het dorp. Dat is natuurlijk ook een schande wat daar gebeurt. Ja. Maar u vindt dus het volbouwen van vliegkamp Valkenburg, vindt u ook geen goed idee? Dus? Nee, dat vind ik geen goed idee. Ik weet ook niet of het allemaal nodig is. En er wordt natuurlijk altijd een enorme hoeveelheid cijfers op tafel gelegd van dat er zo'n grote behoefte aan woningen is. Maar ja, dat weet ik niet. Maar goed, als het die plannen zijn er en de trein rijdt en ik denk niet dat die ooit nog tot stilstand komt. Maar je kunt je afvragen bij een krimpende bevolking. Of je over 25 jaar niet zou zeggen van nou, hebben we daar nou, was het nou allemaal wel nodig geweest? Ja. Dat is een beetje mijn zorg. Want we leven natuurlijk in het meest dichtbevolkte gebied wat je maar kan voorstellen. En ja, dan moet je wel erg goed opletten als gemeentebestuur of als provinciebestuur hoe ver je te ver gaat. Ja. Want we zitten natuurlijk al aan de rand en het gaat maar door. Ja. Ik zag dat uw voorzitter, meneer Wientjes, 66 is inmiddels? 67 inmiddels alweer. Bent u zijn opvolger? Of? Nee, ik denk het niet. Ik vind dat een ondernemer voorzitter moet zijn van van VNO-NCW. Is meneer Wientjes altijd ondernemer geweest? Ja, die is altijd ondernemer geweest. En dat is ook traditie, dat moet ook. We zijn een ondernemersclub, dus dan moet je ook een ondernemer als voorzitter hebben.
Dus ik denk dat ik dit werk nog een aantal jaar zal doen. Ik weet niet hoe lang. Dus ik altijd de vraag. Ik doe het nu 12 jaar. En als je de hele periode meeneemt, volgend jaar 20 jaar. En ik zei al, dit is toch mijn levenswerk, is VNO-NCW. Maar je moet ook altijd op tijd weggaan. Je moet nooit te lang blijven. Het moet nooit zo zijn dat andere mensen jou gaan vertellen van... is het niet mooi genoeg geweest? Ja. Dus ik denk er wel over na hoe lang ik dit nog doe. En dat... Dat zal de tijd leren. Maar goed, er is voor alles een tijd, zoals u weet. Wie weet toch nog een ministerspost in de toekomst? Je weet het nooit. Je weet het nooit. Ik wil u bedanken voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En ik wil u heel veel succes wensen hier bij het VNO-NCW. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover In Gesprek met Niek-Jan van Kesteren. We zijn er weer over 3 maanden met een nieuwe In Gesprek met. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan.